Op hoop van zegen, denk ik vandaag. De route is wel echt een stuk korter, dat moet. Zoveel korter dan gisteren, dat het prima te doen zou moeten zijn. Het probleem is alleen die kuit. Ik voel nu niks, dus wie weet, komt het allemaal goed. Maar vandaag, op hoop van zegen, gaat het nu zien. Ik ben in Zwitserland eindelijk bij Rijnvelde. Net zoals de vorige keer. Deze prachtige stad is de entree van dit prachtige land. Het gaat best goed als ik me voorzichtig doe en niet te hard trap. Dan houdt mijn lichaam het vandaag. Hoop ik. Nou, dat was misschien een beetje voorbarig. Eén heuveltje en ik trap er meteen doorheen. Ik ga even pauze nemen, want anders kom ik nooit op de eindbestemming. Dit doet veel te veel pijn. Even rusten, even een moment van ontspanning. Of zoiets. Hopelijk helpt dat. Stilletjes aan dat ze oma gezicht hebben. Het ging echt niet snel. Ik heb het zadel 10 centimeter lager gezet. Maar dat hielp wel. Vooral bij de klimmen. Niet te hard duwen. En dan gaat het. Ik heb niet zoveel pijn. Het komt alweer goed. Het gaat beter dan gisteren. Ik heb alleen niet zo ver gefietst als ik had willen fietsen. Ik heb net een hotel geboekt, nog 22 kilometer hier vandaan en dat is prima te doen. Maar wel aan de Rijn. Ja, Bodemeer is natuurlijk ook een soort van de Rijn. Maar dat ga ik vandaag niet bereiken. Dat verandert de planning een beetje, maar is helemaal niet erg. Ik kom er wel. En het allerbeste, ik kan vandaag nu live langs de Rijnwaterval. En dat is echt prachtig. Vorige keer kon ik er niet komen, toen was er een omlegging. Nu wel. En wat is het schitterend. Oh, er zijn er veel momenten geweest vandaag waarop ik dacht dat ik nooit een eindbestemming verder dan de plek waar ik op dat moment was zou kunnen bereiken. Jeetje. Maar het ging eigenlijk heel goed. Ik heb het zadel lager gezet. Ik ben iets minder hard gaan fietsen en heb de eindbestemming iets vooruit, teruguit geschoven. Vooruit op de eindbestemming. Kijk,
eruit dus. Weet ik niet. En daardoor ben ik iets van het schema af. Maar ja, wat maakt dat schema uit? Het gaat nog steeds. Het gaat veel beter. En ik verwacht na een nacht goed slapen dat het nog veel beter gaat. En dat ik morgen gewoon door kan fietsen. Hopelijk tot in de bergen. Maar ja, op dit moment heb ik geen idee of dat er wel in zit. In ieder geval in de richting van de bergen. Nog steeds langs de Rijn, een stuk langs het Bodemmeer. En dan echt omhoog. Nou ja, dan moet het nog wel iets beter gaan met die spierpijn. We gaan het zien, binnenkort. Voor nu, goed dat je keek en tot morgen. My heart just got stuck between these two.